Alright jongens, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie best wel groot nieuws, want er is iets uitgelekt wat aankomende update of updates naar Fortnite Battle Royale gaat komen. Dus dat ga ik vandaag samen met jullie in deze video bespreken. Mocht je dit leuk vinden, smash even dat blauw duimpje omhoog, gaan natuurlijk enorm. En als je nog niet bent geabonneerd, abonneer eventjes op mijn kanaal, want dit had ik al voorspeld dat dit had gaan gebeuren. Dus we gaan het gewoon vandaag bespreken jongens, want wat er gaat gebeuren, er komt weer een grote map-update naar Fortnite Battle Royale in de eerstkomende updates. Want ik had natuurlijk al een paar weken geleden een video gemaakt waarbij ik zei dat er misschien een nieuwe map gaat komen en er sowieso heel veel updates aan de map gebeuren. Want we weten natuurlijk allemaal dat wanneer er een update uitrolt in Fortnite Battle Royale, er een verandering komt in de map. En ik had het laatst specifiek over Tilted Towers met het gebouw wat daar gesloopt werd, etc. En daar kom ik zo meteen op de allereerste afbeelding op terug. Want ik heb dus wel een soort van gelijk gehad. Alleen in een andere manier. Dus dat kom ik zo meteen op terug. Maar wat ik natuurlijk zei is, we hebben eigenlijk wel steeds als er een update komt, dat daar in Dusty wat verandert. Of in Tilted wat verandert. Of ergens buiten de map wat natuurlijk een nieuw startje wordt, zoals laatst Risky Rails. Maar in deze update gaan we over drie plekken praten die heel erg veranderd zijn. En dat zijn namelijk Tilted Towers, de plek waar de raket staat die misschien afgevuurd gaat worden, en Dusty Niveau. Want in Dusty Niveau is ook weer heel erg veel veranderd. En daar gaan we natuurlijk zo meteen op terugkomen. Dus ik heb een paar high quality pictures vanaf het internet gekregen natuurlijk, om aan jullie te laten zien. Want daar kunnen we een beetje de update van de map goed zien, want deze zijn uitgelekt en deze komen dus daadwerkelijk ook naar buiten. En dan kan je zien hoe Tilted Towers, Dusty Niveau en de Raketberg veranderd zijn. Dus laten we beginnen. Als goed is zien jullie nu als eerst de afbeelding van Tilted Towers in beeld, jongens. En zou je misschien wel kunnen zien, zie je precies in het midden bij Tilted Towers een nieuw gebouw. Dat klopt, jongens. Zoals natuurlijk al 2 weken geleden zijn in de video zo, met de bulldozer, dat het gebouw gesloopt werd. Ik dacht namelijk dat Tilted Towers langzamerhand afgebroken werd. Dat is niet waar. Wat gebeurt er? Er komt een nieuw gebouw in Tilted Towers. En wat gaat er dus nu weer gebeuren? Iedereen gaat er naar Tilted Towers. Ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn, maar het is weer een verandering in de map, jongens. Dus in het midden van de map zie je natuurlijk dus een nieuw gebouw. En we weten nog niet hoe groot dat gebouw gaat zijn. Aardig hoog als het goed is. Je kan natuurlijk niet de hoogte inschatten, omdat de foto van bovenaf precies is genomen. Dus we weten nog niet de hoogte. Maar volgens mij is die wel aardig hoog zo te zien, want het dak is redelijk groot, dus we weten nog niet wat we ervan kunnen gaan verwachten. Maar ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar het nieuwe gebouw. Want elke verandering in de map vind ik wel nice. Dat betekent dat ze eigenlijk nog steeds bezig zijn met de map te evolueren. Maar wat ik heel erg nice zou vinden, is dat ze bijvoorbeeld een nieuwe map erin zouden zetten. Waardoor een beetje hetzelfde als PUBG en Hades van Zeeman krijgt, als het goed is dat je verschillende maps krijgt. Maar Tilted Towers wordt dus veranderd, is dus veranderd. En dat had ik eigenlijk een soort van voorspel natuurlijk. Want wat mij al opviel is dat die bulldozer steeds van positie veranderde. En natuurlijk de gaten in Tilted Towers al gefixt waren. Plus nu natuurlijk het gebouw wat al half afgebroken was, nu uiteindelijk in de nieuwe update helemaal afgebroken is. En er dus daadwerkelijk alweer een nieuw gebouw staat. Dus we weten nog niet of die gelijk af is. Wie weet is het in een bouwstadium. Wat inhoudt dat die natuurlijk over een paar weken pas helemaal af is. Dat zou natuurlijk ook nog eens kunnen. Dus daar ben ik best wel benieuwd naar. Hoe we dat natuurlijk gaan zien in Fortnite. Of die misschien al gelijk in één keer staat. We don't know. Dat gaan we vanzelf zien. Ik ben er in ieder geval heel erg benieuwd naar. Maar wij gaan nu door naar de volgende afbeelding. Die ziet u nu in beeld. En dat is Dusty Niveau. En misschien valt jou niet heel veel op aan Dusty Niveau. Maar wat er gebeurt is, er zijn veel meer bomen bijgekomen in Dusty. En wat ik dus denk, is dat langzamerhand Dusty Niveau dicht groeit. Het een soort van moerasachtig iets wordt. En we dus uiteindelijk geen krater meer hebben. Of uiteindelijk wel een krater met alleen maar bomen erin, waardoor we een soort van Wailing Woods 2.0 hebben. Maar we weten dus nog niet waar de developers op dit moment heen willen qua map natuurlijk. We zien natuurlijk wel nu dat de hele map, of heel Dusty in ieder geval, wordt aangepast met bomen. En het was natuurlijk een heel kaal vlakte. Toen werden er een paar bomen neergezet en nu nog meer bomen. Dus ga ervan uit dat over 2 of 3 updates die er nog aan gaan komen, er nog meer bomen komen. Wat inhoudt dat heel Dusty Niveau uiteindelijk vol staat met bomen. En wie weet wel gewoon dicht gegroeid is op iets. Ik weet niet hoe dat natuurlijk gaat werken. Dat gaan we vanzelf zien. Want Dusty Depot komt denk ik niet meer terug op de manier waarop erin heeft gezeten. Don't blame me als het wel zo is. Dan heb ik het gekald in deze video. Maar ik denk dat het niet terug gaat komen zoals het was. Want ik denk wel dat ze uiteindelijk toe gaan werken naar een hele nieuwe map. Of misschien dat ze deze hele nieuwe map, of deze map, helemaal vernieuwen tot een nieuwe map, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat bijvoorbeeld alles veranderd wordt. Want dat zijn ze nu aan het doen. Ik bedoel, als we kijken naar het begin van Fortnite, de allereerste week dat uit was, vergeleken met de map nu, zie je al hoeveel progressie er is gemaakt eigenlijk, met alleen maar dingen toe te voegen. En dan is het nog niet eens een nieuwe map, maar de map ziet er veel beter uit. Ik heb voor jullie nog één foto.
En die foto is ook redelijk belangrijk, want dat is de raketbasis op dit moment waar je over gespeculeerd is. Die zien jullie nu in beeld. En ja, ik weet niet 1, 2, 3 wat daar veranderd is. Maar volgens mij is het dak iets meer opengemaakt, waardoor er iets meer van die bomen op staan. Ik heb geen idee of ik dat goed zie. Ik weet niet of jullie dat weten, maar er gaat sowieso iets met die raket gebeuren, jongens. Anders wordt er niet zoveel gespoilt. We hebben natuurlijk allemaal skins gekregen die met dat thema te maken hebben. Dus ik durf niet te zeggen wat er gaat gebeuren. Ik ben niet iemand die zo'n theorie persoon is. Er zijn heel veel andere kanalen van die dat hebben uitgevogeld en zo, wat ik best wel vet vind. Alleen, ik ben heel erg benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Wat gaan ze doen met die raket? Wat voor hints gaan we krijgen? Gaat die roken? Gaat die daadwerkelijk opstijgen? We don't know. Daar gaan we ook nog niet achter komen totdat het daadwerkelijk gaat gebeuren. En dan weten we het pas uiteindelijk. Dus ja. Ik durf hier verder niks van te zeggen, jongens. Ik wilde deze leaks even met jullie meedelen, omdat ik dat wel speciaal vind natuurlijk. Want ja, ik ben wel benieuwd hoe deze update weer gaat uitpakken. Natuurlijk, Playground donderdag als het goed is. Dus voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Smet een blauw duimpje omhoog als je nog niet bent geabonneerd. Abonneer op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie morgen om 3 uur te gaan zien bij een nieuwe video, jongens. Doei!